Is dat Ted B? Dit is Ted B, hè? Het is een... Yo, Nintendo fans! Welkom bij de allerlaatste Splatoon 3 video. We gaan even die eindbaas slopen. Maar wie is die eindbaas? Ik heb nog geen idee. We horen de hele tijd de stem van Ted B. Maar voor de rest geen idee wat dat voor crimineel is. Hij loopt allemaal onzin te praten. En als jij wil dat wij zijn onzin gaan stoppen, doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat even weten wat je van deze eindbaas vindt. Vind je deze eindbaas leuk? Vind je hem stom? Laat het weten. We gaan het zien wie het is. Oh my gosh. Kraak wordt aangevallen. Hij zegt, laat mijn brein met rust. Nee, hij begint te schreeuwen. Het gaat niet goed met opa. Heeft hij opa aangepakt? Ik hoop dat zijn brein het uithoudt tot we bij hem zijn. Haasje, agent 3. Ja, ik doe mijn best. Waarom sowieso moet je een opa pakken, jongen? Pak iemand van je eigen leeftijd of zo. Het is echt vet gemeen. Laat die opa's gewoon lekker met rust, joh. Kijk, kijk, kijk. We rennen erop af. We rennen erop af met z'n allen. Opa, we komen je redden. Maar... wat? Wat? Wat is er met opa gebeurd? Opa is uitgedroogd. No. Is dat Ted B? Dit is Ted B, hè? Het is een teddybeer. En daarom heet hij Ted B. Het beerexperiment 03. Teddy B. Die harige haarbal, die moeten we even aan gaan pakken, jongens. Werknemers, bedankt voor jullie inzet, maar jullie verdere bijdrage is niet vereist. De raket gaat de lucht in, of niet? Ja, daar gaat de raket. Kom op jongens, we moeten mee. Of we moeten hem stoppen. Eén van de twee. We gaan niet accepteren dat Ted B zijn plannetjes lekker kan voortvoeren, weet ik veel, door laten gaan. Ja, daar gaat hij. Oh my gosh. Kijk hem hangen. Super casual. Met twee nageltjes zo erin. That's it. Voor de rest, hè? Voor de rest is het helemaal prima. Hij gaat de wereld bedekken onder de vloeivacht om de haarbalans te herstellen. Ik vind dit een hele gemene grap tegen Rikachu. Om over haarbalans te gaan praten. Niet oké. Okay. Dit kan je niet doen. Zo kan je niet zijn. Een beetje respect alsjeblieft. Oh nee, de raket, zegt agent 1. Oh opa. No. Daar is hij. Hij leeft weer. Oh, althans. Ik kan nou niet echt zeggen dat het goed met hem gaat, denk ik. Hij is zich wezenloos geschrokken. Ik ben blij dat je er weer een soort van bij bent. We lopen nog gevaar. Oh ja, even terug. De raket. De wacht. Paniek. Er is paniek. Het lukt ons alleen nooit om die raket in te halen, zegt agent 2. Wat kunnen we doen? Oh! Hallo! Muriel heeft misschien wel de oplossing. Of Haya, of Ray, of misschien hun samen. Fijn dat jullie ook iets voor ons kunnen betekenen misschien. Lekker dansen. Ja, oh! Oh ja, dit is cool. Dit is vet. De manier waarop zij ons hebben proberen te verslaan, die zetten ze nu in om ons te helpen. Dit vind ik cool. De Haya... ja, meneer Megalo is er ook weer! Dit is vet. Dit is cool. Hey Ray, ga je ons ook helpen? We krijgen een... wat is het? Ik dacht koptelefoon. Ja, we krijgen ook een koptelefoon van hem. Geen idee waarom we koptelefoon nodig hebben, maar maakt niet uit. We gaan in ieder geval omhoog. Let's go! Springen! Pak die raket! Let's go! Dit was wel cool gedaan. Dit was heel leuk. Oh, Salmini komt er ook nog even achteraan. Yo, we zijn in de ruimte op het raketje. Het is gelukt. Ja, ja, het is gelukt om op de raket te komen. Maar nu moeten we nog ervoor zorgen dat we ook daadwerkelijk Ted B kunnen verslaan. Als we hem kunnen vinden. Daar is hij! Daar komt hij, jongen. Kijk hem toch! Harde werkers! Jullie hebben wel vakantie verdiend. Ja, maar niet voordat jij kapot bent, vriend! Want jij hebt opa laten opdrogen. En dat vinden we niet oké. Okay. Let's go! We gaan die gouden zalmbolletjes pakken. Go, 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 go! Dat is één. Gouden visei. Hotse vlot. Salmini. Oh my gosh. Salmini, pak jij die? Pak jij die even? Hoe pak ik die? Oh, wacht. Ik moet Salmini hierop gooien. Kijk. Zo. Lekker. En dan kunnen we door. Oh, en we moeten door. Anders worden we geraakt. En dat is niet de bedoeling. Let's go. Deze. En al die mannetjes kapot schieten. Oh, pas op. Hij schiet ook op ons. Deze gaan we ook pakken. En deze gaan we pakken. Oh, wacht. Ik moet hem schieten, denk ik. Kan ik hem schieten? Ja, kijk. Hij heeft een wond. Hij heeft een wond. Oh, wat doe je? Wat doe je? Auw. Vriend, niet doen. Daar ben ik niet van gediend. Oh, kijk. Zijn wond is open. Dan moet ik daar nu Salmini op gooien. Let's go. Lekker Salmini. Wat ze vlots. Ah, we gaan je pakken, Teddy B. We gaan je pakken, vriend. Ja, dan kun je zo'n slijmbal worden in plaats van een haarbal. Maar ik ga je echt wel pakken, hoor. Kijk, hij heeft een nieuwe wond nu. Oh, en hij wordt bozer. Hij wordt alsmaar bozer. Boze Teddy Bear. Rah. Oh, hij komt weer. Oh, jongen. Oké. Okay. Net op tijd waren we weg, volgens mij. Go, 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 schieten. Oh, rustig. Rustig. Meneer, dit grote boze beer. Hier, Salmini, ga erop.
Oh, kom op nou. Kom op nou. Lekker. Oké. Okay. Tweede wondje in zijn buik is kapot. Oké, okay, wat heb je nu allemaal voor mij dan? Wat ga je nu allemaal doen? Let's go. Let's go. Op je open wondje, vriend. Oké, okay, ik ga wel een beetje naar achteren. Ja, niet boos worden. Ik ga wel gewoon een beetje naar achteren. Op vrijwillige basis. Het was vrijwilligerswerk. Oké. Okay. Au. 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 Nee. Nee. Poging 2, let's go. Oh, ik heb geen inkt meer. Oké, okay, dan ga ik even weg. Doei. Even inkt verzamelen. Let's go. Dit moet toch wel genoeg zijn, jongens. Oké, wacht. Ik doe wel pauze. Ik doe wel pauze. Oh, ik had geen pauze hoeven doen. Ik kon gewoon gooien. Let's go, Selmini. Lekker. Samen doen we dit. We zijn wel echt een bazenteam. Ja, teddybeestje. En nu? Nu heb je pijn, hè? Ik geef toe. Jullie zijn noesterwerkers. Maar het is tijd om uit te klokken. Nog even en de aarde is weer van de zoogdieren. Nou, je mogen van mij best meer zoogdieren op aarde. Maar dat hoeft toch niet zo? Je hoeft toch niet zo boos te doen? En alles kapot te maken? Waarom? Waarom? Dit is nergens voor nodig, jongen. Oké. Iemand? Help ons. Thanks. Hey, is dit de DJ? Dit is de DJ, hè? Dit is de DJ. Ik hoor al muziek namelijk. Ja, onze Xbox DJ. What up, Octavio? Niemand pakt zomaar ons territorium af. De Splatlands worden wakker geschud, want wij zijn deep cut. Klaar. Weg met dat haar. Dit is echt Team Rocket. Dit is echt Team Rocket. En Ray is miauw. Gewoon. Jongen, jongen. Daar gaan we. Ik vind dit wel een baas, hoor. Oh, deze muziek. Dit is heel vet. Dit is een hele leuke afsluiting. Wat moeten we doen? Oh! Oh! Wat gebeurt er met Salmini? Salmini, wat ga je doen? Is dit jouw jam? Is dit jouw pokoe? Is dit jouw liedje? Is dit waar jij los op gaat? Ja, hè? Ja. Dat is dit is jouw nummer, of niet? Er stroomt daar een energie van zeewezens. Die lichtstralen. Drie lichten uit de hemel. Vingen het onheil in een wervelwind. De voorspelling kon uit. Salmini is Salmega. Een mega zalmpie. Kijk hem dan. Salmini en Ted B. Dit is cool. Dit is vet. Met zijn hanenkam nog steeds. Die beer zit vol vloeivacht. Zuis de haarballen op. Ik dacht dat je haarballen uit moest spugen normaal gesproken als kat zijnde. Maar wij moeten ze opzuigen. De terugkeer. Van de mammalianen. Let's go, Octavio. Met je mooie schoonmaakapparaatje. Haarballen zijn geen partij voor mijn inktdief. We hebben maar 3 minuten en 33 seconden voordat Ted de planeet ramt. Schiet op. Oké, is goed. Oké, let's go. Moet hierin. En dan daar naartoe vliegen. En dan de haarballen opzuigen. Let's go. Lekker. Oh, enemies. Enemies. Sloop de enemies eerst. Ja, lekker. Haarballen opzuigen. Ja, cool. Cool. Ja, dat is 1. Oké, super. Ik moet naar Ted B. Ik ben onderweg naar Ted B. Ja, nice. Let's go. Lekker. Oh, pas op voor die zalm. Salmega, kijk uit. Ik ben ook hier, Salmega. Ik help je. Chill. Laat me je helpen. Kom op nou. Dit gaat niet goed. Dit gaat wel goed. Dit ging wel goed. Ik heb de haarbal opgezogen. Oké, cool. Vliegen. Nu pakken we deze. Ja, kom maar. Oké, cool. Oh, enemies. Oh, springen. Want dit is een... Au, niet doodgaan. Niet doodgaan. Pak hem. Pak ze. Nog 1. 1 stempelman. Cool. Stempelmannen zijn kapot. En door. Pak hem. Oh, nog meer vijanden. Ja, ik moet ze slopen, anders ga ik zelf dood. Ja, go. En opzuigen die haarbal. We hebben hem toch? Ja, lekker. Oké, nog 1 minuut 48. Oh, wat een stress. Wat een stress. We zijn op de helft van de tijd. We zijn over de helft van de tijd. Ik weet niet hoeveel haarballen we nog moeten. Maar hopelijk niet zoveel meer, jongens. Hopelijk is dit de laatste. Ja, dit is een prima plekje zo. Cool. Oké. Enemies, vijanden. Oh, die gaan hard. Ja, nice. En ja, ze zijn kapot. Lekker. Oké. Haarbal zuigen. Oh, kom nou. Ga erin. Kom op, we hebben niet zoveel tijd. Lekker. Oh, 5 vijanden nu. Hou op. Ga weg. Deze in de lucht. Nog één in de lucht. En dan hier deze guy. Oh, ik heb geen inkt voor Salmini. Oh, ik heb helemaal geen Salmini natuurlijk. Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik jou pakken? Moet ik jou zo pakken? Ja, lekker. Oké, en zuigen. Oké, dat klinkt fout, sorry. Maar het is wat het is. Ik heb nog 50 seconden.
Nog 49 seconden. 48. 47. We moeten nu haarballen gaan vuren. Moet ik dat ook doen? Wat moet ik doen? Ik moet schieten. Ik moet op een... Ik moet op keihard... Wat een paniek. Nog 30 seconden. Let's go. Sloop die gekke beer. Hebben we het nog gehaald? We hebben het gehaald, hè? We hebben het gehaald, toch? Ik denk het wel. Kijk maar, hij zit helemaal onder de meuk. Al dat harde werk helemaal voor niets. De tijden zijn veranderd. De wereld blijft niet stilstaan. Meebewegen is de toekomst. Het zijn mooie uitspraken. Dit was het dan voor mij, zegt Ted B. Ik krijg geen ontslagvergoeding. Doei. Zo, jij ontploft wel hard, vriendelijke teddybeer. Oh, zo'n mega. Word je weer zo'n mini? Ja, hij wordt weer mijn kleine Mattie. Goed gedaan, jongen. Ik weet niet precies wat jouw bijdrage is geweest. Ja, je hebt gevochten met hem, hè? Ja, je hebt hard gevochten. Ik ben trots. Ik ben trots. Ga maar lekker in het rugzakkie. Ga maar lekker chillen. Lekker tukkie doen of zo. We hebben de wereld gered van Ted B. Helaas is Kraak volledig opgedroogd. Onze opa. Maar voor de rest is het helemaal goed gekomen. Oh, en dat was het. Ik vond het super vet. Als jij dit ook vet vond, duimpjes omhoog. Abonneer, want we gaan bijna beginnen aan Mario plus Rabbids 2. En dat wordt echt super vet. Mazzel!